Op juni 2007 begon voor Yves Le Terme een aardsmoeilijke opdracht. Na moeizame jaren kwam het premierschap uiteindelijk in handen van Herman van Rompuy. Maar nu Van Rompuy benoemd is tot de eerste Europese president... ...is de man van 800.000 stemmen weer aan zet als politiek leider van ons land. De regering Le Terme 2 zal waarschijnlijk woensdag de eet afleggen in de Kamer. Jean-Luc Dehane is aangesteld om de lastige kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde op te lossen. Het vertrek van Le Terme zorgt voor de nodige stoelendans. Hij wordt op buitenlandse zaken waarschijnlijk opgevolgd door vicepremier Steven van Akkeren. Het kabinet van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven zou geleid worden door Inge Vervotte. Maar dat blijven voorlopig speculaties.